Hey, dit is Steven van Wetenschapsschool.nl. Hier een filmpje over de lichtsterkte. Als straling uit een bron divergeert, dat zien we hier, dat het licht soort van uit elkaar beweegt, dan neemt de intensiteit van dat licht af met de afstand van de bron. Dus hoe verder je weg bent van de bron, dit is even onze bron, hoe kleiner de intensiteit van dat licht wordt. Nou, dit kunnen we makkelijk verklaren omdat die straling zich over een steeds grotere oppervlak gaat verspreiden. Hier zien we nog maar een oppervlak van één hokje, hier van vier hokjes, hier van negen hokjes. Nou, we beschrijven dit met de zogenaamde kwadratenwet en dit is de formule waarmee we die kwadratenwet beschrijven. We zien hier I is P bron gedeeld door 4 pi R kwadraat. P bron dat is het vermogen van onze bron gemeten in watt, oftewel in joule per seconde. We hebben hier de r staan en de r die staat voor de afstand van het cent, de centrum van de bron tot de plek waar je die intensiteit meet en die wordt natuurlijk gegeven in meter. En als we dit dan allemaal door elkaar delen, dan vinden we de intensiteit I en die wordt gegeven in watt per vierkante meter. Dus hoeveel watt in vermogen er op een vierkante meter aankomt op de plek waar je meet. Nou, Wat is ook gelijk aan joule per seconde, dus dit is ook gelijk aan hoeveel joule aan de energie er per seconde aankomt op een vierkante meter. Nou, als het gaat om licht, dan wordt die P, dat vermogen, soms ook geschreven als een L. En dan noemen we het de lichtsterkte. Maar dat is uh, nou ja, in dit geval zo goed als hetzelfde. Dus die P-bron van een lichtbron en die lichtsterkte is hetzelfde. Als we dat vermogen van die bron, P-bron, hebben uitgerekend, dan kunnen we dit ook relateren aan de oppervlaktetemperatuur van die zon of ster of gloeilamp. Daarvoor gebruiken we de zogenaamde wet van Stefan Boltzmann. En die ziet er als volgt uit: P-bron is sigma keer A keer T tot de vierde. P-bron is weer het vermogen van onze bron in watt. De sigma, dat is de zogenaamde constante van Stefan Boltzmann. Die staat ook in BINAS. Dat is 5,7 keer 10 tot de min achtste. De A, dat is het oppervlak van de bron. In het geval van een zon is dat dus een boloppervlak, het oppervlak van een bol. T is dan de temperatuur. Let erop dat die in die formule gegeven moet worden in si eenheden dus in Kelvin. En we kunnen diezelfde formule ook weer schrijven met een L voor de lichtsterkte in plaats van een P. Dat zijn eigenlijk dezelfde formules. Nou, voordat we wat voorbeeldjes gaan bespreken, wilde ik eerst een aantal constanten met jullie doorgaan die bij dit soort opdrachten vaak een rol spelen. Ten eerste, de intensiteit i van de zon op aarde, dat noemen we de zonneconstante. Dus hoeveel watt er per vierkante meter op aarde terecht komt van de zon is de zonneconstante. Nou, deze waarde is te vinden in binas. Dat is Belangrijk om te weten. Er is een tabel in binas die volledig over de zon gaat en daar staat dus ook de zonneconstante in. Nou, het totale vermogen dat de zon uitstraalt, dat wordt ook wel de lichtsterkte l van de zon genoemd, die schrijven we ook wel als L-zon, waarbij we hier een oude uh, astrologische teken van de zon gebruiken. Dat is een rondje met een puntje erin, dus dit is L-zon. En ook deze waarde is in Binas te vinden. Dus zowel het intensiteit op aarde als het totale vermogen vinden we in diezelfde tabel. Nou, als het gaat om licht van sterren en planeten, et dan is het ook handig om een aantal andere afstandsmaten te kennen. Afstanden in het zonnestelsel worden bijvoorbeeld vaak gemeten in astronomische eenheden, afgekort AE. En 1AE is gelijk aan de afstand van de aarde tot de zon. Dat is gelijk aan 1,5 keer 10 tot de 11ste meter. Nou, als je kijkt naar afstanden tot sterren, dan spreken we vaak in lichtjaar, afgekort LJ. En ook die waarde kan je in BINAS vinden. 1 lichtjaar is gelijk aan de afstand die licht aflegt in een jaar. Dus ook al staat er uh, het woord jaar in, dat lijkt dat het een tijd moet zijn, gaat het hier toch om een afstand. Want dat gaat om de afstand die die in dat jaar aflegt. En dat is gelijk aan 9,5 keer 10 tot de 15e meter. Nou, dan tijd voor wat voorbeelden. De ster Vega heeft gemeten vanaf de aarde een intensiteit van 2,9 keer 10 tot de min 8e watt per vierkante meter. Het uitgestraald vermogen van Vega is groter dan dat van de zon. En de vraag is, bereken hoeveel maal zo groot? Nou, dan kunnen we eerst in Bina's de afstand opzoeken tot Vega en dat blijkt 250 keer 10 tot de 15e meter te zijn. Dat kunnen we dan in de kwadratenwetformule invullen. Die schrijven we dan even om en we vinden dan P is 2pi keer die r in het kwadraat. Dat wordt dus deze 250 keer 10 tot de 15e in het kwadraat. Let erop dat je hier haakjes gebruikt, want anders wordt alleen deze 10 macht gequadrateerd en je wil die hele r kwadrateren. Keer dan hier um, die intensiteit, dat was die 2,9 tot de min 8e watt per vierkante meter. En dan vinden we een p, dus een, uh, een vermogen van de bron, van 2,28 keer 10 tot de 28e watt. Nou, we kunnen dit dan gaan vergelijken met de lichtsterkte van de zon, die kon je dus en binas vinden, 0,39 10 tot de 27e watt. En nu we die twee lichtsterktes hebben, kunnen we dus nu uitrekenen... Hoeveel maal die lichtsterkte groter is van Wega ten opzichte van de zon. Dat doen we door de lichtsterkte van Wega hier te delen door de lichtsterkte van de zon. En dan vinden we dat de lichtsterkte van Wega 58 keer groter is dan die van de zon. Nog een voorbeeld. In een gloeilamp met een vermogen van 25 watt zit een gloeidraad met een lengte van 25 mm en een diameter van 0,20 mm. Bereken de temperatuur van de gloeidraad. Nou, laten we even beginnen met de A uit te rekenen, dat is het oppervlak van die gloeidraad. Nou, een draad heeft de vorm van een cilinder en dit is dan het oppervlak van die cilinder. Dat is 2πr keer h. In BINA staat er nog een extra term bij, maar dat is het oppervlak van de twee uiteindes van de cilinder en die hebben we nu niet nodig. Nou, Dan vullen we dat in, 2 keer pi keer r. We hebben de diameter, dat is 0,20 mm. Dus de straal is dan de helft, dat is 0,10 mm. En dat schrijven we dan nog even om naar meter, dan wordt het 0,1 keer 10 tot de min derde meter. Dan hebben we die h hier, dat is die uh, lengte, dat is 25 mm, maar ook keer 10 tot de min derde om daar meter van te maken. En dan vinden we een totaal oppervlak van onze gloeidraad van 1,57 keer 10 tot de min vijfde vierkante meter. Nou, die a kunnen we nu gebruiken in de wet van Stefan Boltzmann. Uh, die gaan we even omschrijven om de t hier uit te rekenen. We halen eerst die sigma a even naar de andere kant, dat zien we hier. En dan moeten we die tot de macht 4 nog weghalen. En het omgekeerde van tot de macht 4 is tot de macht een vierde. En dat gaan we dan even invullen. Hier moet je echt goed letten op alle haakjes. Um, de t is hier gelijk aan het vermogen, dat is die 25 watt die daar staat. Gedeeld door sigma, die staat in binas, 5,7 keer 10 tot de min 8 keer de a, die stond hier, 1,57 keer 10 tot de min 5e. Let erop dat je hier haakjes omheen zet op je rekenmachine. Dan wil je dat geheel tot de macht een vierde doen, dat betekent dat er hier ook nog haakjes komen te staan. En als laatste wil je ook nog hier haakjes zetten, anders doe je alleen maar tot de macht 1 en daarna gedeeld door 4, terwijl je wil tot de macht een vierde doen. Je kan hier natuurlijk ook 0,25 typen, dan heb je dat probleem niet. Maar als je dat allemaal netjes doet, dan vind je een temperatuur van 2,3 keer 10 tot de derde Kelvin. En dat is dan de temperatuur van die gloeidraad. Ik zie je in het volgende filmpje.